Hoe maak je van een schrijver een superheld? Leerlingen van 6 Limburgse basisscholen gingen met deze opdracht aan de slag. Vandaag basisschool Petrus Canisius in Put. Wij doen mee aan de actie Superhelden. En wij maken van Menor Sikkel onze superheld. Het is een Nederlandse schrijfster. En wij hebben haar boeken aan de kinderen ook gelezen. En wij hebben een scène uitgezocht, of de kinderen hebben een scène uitgezocht uit een van haar boeken. En dat speelt zich toevalligerwijs op een kerkhof af. En vandaar deze bijzondere plek dat wij nu hier zijn. En wij willen dus een scène uit dit boek gaan spelen, naspelen. Wij moeten elkaar een zoen op de wang geven op het kerkhof. Ik speel de jongen en zij Dan is die jongen. En waar zijn de mannen dan? Ja, die zijn dan ook gewoon op de kerkhof. Gij durft het niet. Ja! En onze kids die willen we ook gaan stimuleren om lekker te lezen. En dat lezen niet alleen maar noodzakelijk is, maar ook leuk kan zijn. Je moet wel een beetje jongens stempen. Ik ben niet jongens. Ja, helemaal. En actie. Haar naam is Isabella Strompeloor volgens haar paspoort. Of Isa volgens haar vriendinnen. Of Easy Love volgens iedereen die haar dagboek op internet leest. Izzy is met haar vriend Jan op weg naar het graf van Willem Kok. Een van de personages uit het boek die is overleden en waar een deel van het familiegeheim over draait. Het zijn ook hele leuke boeken om te lezen en we willen dat meer kinderen ook de boeken gaan lezen van Manon. En ze schrijft voor jongens en meisjes. Dat zie je aan Gijs. Wat vind jij ervan? Hij is gewoon een hele goede schrijver en het zijn hele leuke boeken, ook voor jongens. En tijdens deze scène komt de liefde op een grappige manier te uiten. Weet je dat ik echt heel bijzonder vind? Het is nu bijna niet meer uit te houden. Ze voelt haar gezicht maar net zo rood worden als bij de ijssalon. Als ze haar nu nog mooi vindt, maar die gezicht als hij stoplicht, dan moet hij wel echt verliefd zijn. Nee, dat had je nog niet gezegd. Isa voelt haar armen van elastiek worden met haar handen als slappe, wiebelende uiteinden. Hangen het leven niet toevalligheden aan elkaar. Ja. Ik lees meer dan ik eigenlijk op de computer zit. S'avonds in bed. Ja, ik doe altijd s'avonds in bed. Ik ook mag niet school. Ja, ik s'avonds op school. Hopelijk ziet ze dat niet. Ja, dat zeg ik ook altijd, hopelijk ziet ze dat niet. Nee, ik bedoel, hopelijk ziet ze dat filmpje niet. Ze kan niet anders denken dan hoe wonderlijk het is dat ze dit allemaal te danken heeft aan de docenten die meer salaris wilden. Als zij niet hadden gestaakt, dan had ze nooit de tijd gehad om directieven te spelen. En dan had ze nooit ontdekt wat ze nu heeft ontdekt. Dat er nog veel meer leuke jongens zijn dan de ene die ze zo lang heeft proberen te vergeten. Dankjewel, zegt ze gedachten. Dankjewel, Willem Koek. En dankjewel, Vera. En dankjewel, alle toevalligheden die ons hebben gebracht. Kijk me aan. Ik heb flauwvallen. Ik heb flauwvallen in je armen. Is het eigenlijk echt verboden om niet te zoenen op een, om te zoenen op een begrafenis? Dus Manon helpt je gewoon bij het zoenen? Ja. En tips dat je niet bij het zoenen in de knop komt. Terugdraaien. Ik zag een bordje staan bij de ingang. En ze heeft direct spijt van haar stomme grap, maar ze kan niet meer terug. Eigenlijk wel gek, want wie wil nou zoiets verbieden? Maar het is ook logisch, want één ding waardoor we er niet kunnen, dat is zoenen. En dat vinden ze natuurlijk heel jammer en... Kom hier, Jackie. Welke tips zou je nog nodig hebben? Wat zou je willen dat Manon nog over zou schrijven? Hoe kan je een jongen het beste ten huwelijk vragen? Dat is voor mij een hele goede tip. Meestal doen jongens dat bij je. Ja, en hoe vraag je verkering?